inspiratie, interviews en ondernemerschap. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt of luistert naar Mark Onderneemt. En vandaag heb ik weer een bijzondere gast in mijn show, Jennifer Delano. Spreek dat zo goed uit? Ja, heel goed. Top. Ja. Welkom, leuk dat je mee wilt doen aan deze interviewserie. Nou, de media, dat is voor jou niks vreemds, want je runt een PR-bureau. Zou je om te beginnen eens kort kunnen vertellen wie je bent en hoe je gekomen bent op het punt in je ondernemerschap waar je nu staat? Ja, nou, hele goede vraag. Nou, allereerst wil ik je natuurlijk even bedanken dat je mij hebt uitgekozen om te interviewen. Leuk om hier te zijn. Altijd leuk om ondernemers te inspireren. Wie je bent en waar je, hoe je tot dit punt bent gekomen als ondernemer. Ja, ik ben Jennifer Delano. Ik ben halfwege de 30. Ik ben moeder. Ik heb ontiegelijk veel plezier in het rennen van obstakelruns. Voor de rest ben ik een vegetariër. Wat ben ik nog meer? Vegetariër, een christen, een enorme fervent lezer. En, en mijn grote passie is om mensen meer uit hun bedrijf te laten halen. Eigenlijk effectiever te laten ondernemen. En dat doe ik door mensen te ondersteunen met media-aandacht voor ze creëren. Nou, dat heb ik twee takken. Of ik leg het ze uit. Hè? Hoe kan je nou zorgen dat jij als ZZP'er in de media komt? Of ik doe het voor je. Hoe ik daar gekomen ben, ja, dat zijn natuurlijk een heel lange antwoord en er zijn natuurlijk wat kortere antwoorden mogelijk. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te formuleren. Ik ben ooit een keer als creatieve ben ik begonnen als ondernemer. Ik was me vrij snel uit huis gegaan. Daarna ben ik vrij snel ontdekt het model. Ik heb modellenwerk gedaan, acteerwerk, dans. Daar gewoon alles waar ik van droomde. Ik wilde heel graag op MTV komen. Is me overigens gelukt met een videoclip. Moet ik eventjes bij zeggen. Ik ben er echt super trots. Het heeft me zoveel geld gekost, maar ik ben er wel heel en welke videoclip was dat? Amsterdam. Als Jennifer Delano Amsterdam googelt, dan rolt hij meteen naar buiten. Dat heb ik ook nog wel gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ik was een beetje wel klaar. Ik had mijn doelen bereikt als creatieve. En toen dacht ik, hoe kan ik nou, want nu, toen wilde ik nog het grote bedrijf starten, wat ik altijd al wilde. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou doen om, wat is mijn talent waarop ik mensen kan helpen? En hard over nagedacht. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou beter dan al die mensen die in mijn buurt zitten? En dat is mijzelf heel goed promoten. Ik had als een van de weinige creatieven had ik een werkende nieuwsbrief. Ik stond heel hoog op Hives op dat moment. Ik was een van de top 5 Jennifer's op Hives. Ja, ik deed als eerste week van die massamailings met ze hier gepubliceerd, is ze daar gepubliceerd. Ja, en dat hadden die creatieven gewoon niet. Dus ik ben eerst creatief gaan helpen met de promotie. Toen kwam ik achter dat het niet helemaal mijn doelgroep was. Toen ben ik ZZP'ers gaan helpen. En uiteindelijk ben ik me volledig gaan richten op MKB'ers. Met heel veel plezier. Dus ik werk nu voor MKB'ers. Vaak met een dienst uit de Randstad. Vaak raar genoeg geleid door een man. Er zijn blijkbaar gewoon meer MKB-bedrijven die worden geleid door een man dan door een vrouw. Dus ik word gewoon vaker ingehuurd door een man. En ik heb een speciaal plekje in mijn hart voor technische start-ups. Zij kunnen gewoon heel snel heel groot worden. Ja. Daarmee ook heel snel heel veel verandering, goede verandering in deze wereld brengen. En daar word ik super gelukkig van. En ik hou heel erg van bedrijven die het leven mooier, gelukkiger en beter maken. Dus een duurzame. Doe je het allemaal zelf of werk je met een team om je heen? Ik heb laatst eens geteld. Ik werk met 15 man om me heen. 15? Ja, en noemen mensen me nog steeds die ZZP'er. Ik vraag dat omdat je jezelf in het verhaal een beetje zo presenteert. Terwijl als ik op je website kijk, dan zie ik een foto van een groot team en denk van, wacht, dat matcht even niet met elkaar. Ja, nou ja, weet je, ik ben natuurlijk gewoon op papier een ZZP'er, maar als ik kijk wie ik allemaal inhuur de hele dag. ik zit gewoon 15 man aan het werk. Zijn dat dan ook allemaal freelancers? Allemaal zelfstandige mensen. Okay. Ja, met een eigen passie. Werken ook weer voor andere bedrijven en andere mensen. En dat is gewoon heel handig. Want ik kan wel een copywriter fulltime gaan inhuren. Maar dan heb ik de ene keer fulltime werk voor diegene en de andere keer parttime. Ja, ja, ja. Of mijn PA
het is een schat. Maar goed, de ene keer heb ik haar keihard nodig en de andere keer heb ik er een beetje nodig. Dus het is ook gewoon goed. En ze doen ook weer, weet je, je doet ook weer ideeën op omdat je voor anderen werkt. En dan kan je mensen aan elkaar koppelen. Ja. Dat zit ook allemaal voordelen aan. Ja, nee, goed, deze manier van werken is in deze tijd natuurlijk al helemaal bij online. Heel 2019. Of als je dit in 2020 hoort, heel 2020. Ja. Het is van deze tijd, laten we het zo zeggen. Heel erg, ja, zeker. Het wordt niet altijd begrepen. Waarom is PR nu nog steeds belangrijk? Omdat PR gewoon een hele goede manier is om te laten zien wie je bent, wat je doet. Dus eigenlijk je branding, het moeilijke woord ervoor. En het is dé manier om content naar buiten te helpen dat geloofwaardig is, wat veel beter wordt gelezen, wat blijft staan. Kijk, als je een banner inkoopt, dan doet hij het net zo lang door je stop en betalen en is hij weg. En dan blijft hij ook weg. Ja. En een goed artikel, bijvoorbeeld in het AD of op de Trouw, als je ooit nog jouw naam googelt en jij hebt ooit een keer in een van die 5 grote kranten gestaan, dan blijft dat zichtbaar. Oftewel, je blijft daarmee betrouwbaarder. Ja. En waarom PR handig is om te doen, ik zeg ja, PR kan je natuurlijk ook inzetten om nieuwe klanten te werven, maar in basis moet je het doen om je huidige klanten te laten zien, je hebt de juiste keus gemaakt. Okay. Mensen willen graag bevestiging hebben dat ze de juiste keuze hebben gemaakt in degene met wie ze werken. En hoe meet je het succes van wat jij doet? Want kijk, als online marketeer zelf ben ik met mijn team dan weer helemaal gewend om alles te moeten doormeten en verantwoordelijkheid af te leggen over elke uitgegeven euro. Dat zal bij jou iets anders liggen. Goed, ik meet nog steeds alles door. Hè. Er worden bepaalde waarden aan gehangen en je kijkt gewoon naar hoeveel bereik heeft het gecreëerd, hoeveel publicaties heeft het opgeleverd, kijk, dat spreekt natuurlijk van tevoren af. Hè, wil je meer in de vakmedia? Wil je meer in de populaire media? Hoeveel mensen van mijn potentiële doelgroep heb ik bereikt? Ja, weet je, je moet natuurlijk ook je marketing doen. Hè? PR zonder marketing is kansloos. Maar marketing eigenlijk zonder PR is ook een beetje kansloos. Je moet het allebei doen. En het ondersteunt elkaar zo mooi. Als je een mooie grote campagne uitrolt. En je hebt overal bannering, et cetera. En je hebt ook nog een goed artikel in een of andere krant. Of je komt ook nog even op tv langs. Ja, dat maakt het verhaal gewoon zoveel sterker. Ja, precies. Ja, alles ondersteunt elkaar. Net als dat offline element. Juist. Daar ook nog een rol in zouden kunnen spelen. Ja, online en offline. Hè? Want natuurlijk mooi in de krant staan is leuk. Maar het is natuurlijk ook nog leuk als het dan daarna online weer te zien is. Dus je hebt er op meerdere vlakken heb je er wat aan. Ja, maar ik meet het ook gewoon nog steeds door. En daarna is het heel erg belangrijk dat als je ergens een mooie publicatie hebt gekregen, dat je daar tot de dag van vandaag natuurlijk plezier van hebt. Omdat je op je website kan zetten, goed bekend van, met een paar mooie logo's. Ja, daar zitten wel... Mensen, hè? Dat klopt, ja. Er zijn er wel een paar waarbij ik dan al als ondernemer altijd al huiverig word. Ja. Maken met name dat RTLZ, dat programma wat elk bedrijf belt van wel uitgekozen en een rapportage maken. Voor 6.000 euro komen we langs voor TV. Ja, kansloos. Kansloos. Nee, maar goed, niemand kijkt. En dan zet je het op je YouTube en dan zeggen ze, sorry, maar dat is onze eigen dom. Ja. Oftewel, dan moet je nog van YouTube afhalen. Echt, hè? Ja, kom op, hé. Dus ik probeer mensen echt te leren. Ja, daar kan je mij trouwens gewoon een half jaar lang leuk van aan het werk zetten. Hè? Ja. Nee, maar goed, weet je wat ik kan in een half jaar? Ja, precies. Zonde. Ja. Hey, de heilige graal tussen marketing en PR is natuurlijk virale marketing. Kun je iets echt viraal laten gaan? Ja, ik zeg altijd, een echt goed verhaal verkoopt zichzelf. Maar zelfs een heel goed verhaal met een goede haak heeft gewoon promotie nodig. Ja. Dus dan moet je nog steeds op je earned media, je owned media, je nog steeds, om een beetje wat uit te leggen, je owned media, hè, je eigen website en je eigen middelen. Die moet je nog steeds inzetten om te laten weten, hé, we hebben wat leuks. Ja. En daarna moet je natuurlijk je social media moet je natuurlijk inzetten. Eigenlijk je rented media kan natuurlijk elk moment kan het weg zijn. Hè? Zo Facebook, jij bepaalt niet dat Facebook online blijft. Dus... Maar dat moet je wel weer inzetten. En je moet ook een beetje geluk hebben. Ja, dat is echt zo. Het moet allemaal een beetje meezitten. Maar als je echt een goed verhaal hebt, ja, dat helpt. Dat helpt echt.
Nee, ik herken het helemaal. Ik ga even terug naar, het was in 2007 of 2009, weet ik niet meer. Dat is echt lang geleden. Toen zat ik aan de knoppen bij 123luisterboek.nl, want ik heb jarenlang in luisterboeken gezeten. Mm-hmm. En dat was mijn enige bewuste, al dan niet semi-bewuste PR-actie die ik ooit gedaan heb die succesvol was. Ja, wat heb je uitgespookt? Huh? Ja, wij hebben toen, ik had toen bedacht van, de verkiezingen komen eraan. Ja. Dat er een paar politieke partijen zijn die hun verkiezingsprogramma ook in audioformaat hebben. Alleen ik kon er maar van 2 of 3 eentje vinden en de rest had het niet echt online staan. In die tijd nog, was niet standaard. Maar ik wist wel van de Blindenbibliotheek destijds, van die hebben dat allemaal opgenomen, dus het is er wel. Dus ik ben al die partijen gaan bellen. En ik zei van, heb je dat programma? Komt het beschikbaar? En dat vonden ze natuurlijk allemaal heel erg belangrijk ineens. Ik zeg, laat mij maar even weten, dan publiceer ik dat ook wel bij ons op de site. Want we hebben toch een audiopubliek. En dan kan geen kwaad. Dus iedereen werkte mee. Achter alle partijen deden mee. Toen hadden we een landingspagina op 123luisterboek gemaakt. Verkiezingsprogramma is nu ook als podcast beschikbaar. En op 123luisterboek is dan een pagina met de link naar alle programma's. Dus eigenlijk hebben we alleen maar voor gezorgd dat elke partij het programma ging publiceren. We hadden een overzichtspagina waar je alle programma's kon zo in één klik had, zeg maar. En dat hebben we dan als persbericht verstuurd naar alle. In die tijd ging dat echt nog met Excel-lijsten verzamelen, algemene adressen, dat soort dingen. Oh, ja. 12 jaar geleden. Werkt nog steeds overigens, hè? Als je moet beginnen, werkt het. Ja, precies. Ja. En dat ging echt goed. Voorpagina, AD, Metro, verzin het maar. Het was overal te vinden. Heb je veel plezier van gehad, toch? Heel veel plezier van gehad. Ja. Maar dat is dan dus ook de timingskwestie. Twee en een half jaar later nog een keer verkiezingen. En dacht, dat doen we mooi nog een keer. Maar wat denk je? Net op de dag dat wij dat publiceren, gebeuren natuurlijk allerlei andere grote dingen. Journalisten moeten keuzes maken en gebeurt helemaal niks. Ja. Dat is die geluksfactor. Dat kan gewoon gebeuren. Ik heb een keer een leuk onderzoek uitgezet met hoeveel mensen naar de Bijbel luisteren. Dat was voor een christelijke webshop. Mooie cijfers uitgehaald. Persbericht eruit gegooid. Werd rechts en links al wat opgepakt. En net op het moment dat ik dacht, nu komt de grote slag en wordt het echt opgepakt. Toen kwam er iemand uit met een escortbijbel. Een van de boek. Oh. Ja, dan ben je klaar. En ik wist ook, we zijn klaar. Laat maar. Kijk, en dan kan je, zelfs Mariah Carey, die heeft die kwam met een film uit. Dat is ook een enorme naam, maar het was op 11 september. Ja, dat werkt ook niet. Nee, dat is logisch. Nee, dus toen flopte de film. En iedereen zegt nu, het kind kan niet acteren. Vond de film best wel grappig. Maar de PR, dat zit niet mee als je... Nee, de timing moet ook een beetje mee zitten. Als er een bom ben je klaar. Dan kan je echt willen wat je wil, maar is het gewoon klaar. Is dat iets wat je ook oplost door dat traject wat je hebt met de periodieke PR-aanpak? Dat los je echt op door één keer goed te brainstormen en voor een jaar lang te weten, dit zijn de momenten waarmee we naar buiten willen. Zodat je elke 6-7 weken de media ingaat. Ja, dat los je daarmee op, want weet je, als de ene keer dan een beetje wordt opgepakt en de andere keer wordt het heel goed opgepakt. Dan heb je toch je aandacht. Ja, precies. Je bouwt ook gewoon elke keer verder op de naam die je hebt opgebouwd. Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat moet groeien. Ja, beetje kennen, de cellen ze zullen publiceren, weet je, alles moet een beetje meewerken. Ja, top. Ja. Hoe kom je in de FIFA 400 te staan? Is dat iets wat je zelf op moet zoeken of word je gewoon in één keer gebeld van of gemaild van je staat in de lijst? Ik kreeg een mailtje, je staat in de lijst, maar we gaan nu toch inside tips en tricks bespreken, toch? Zeker. Kijk, als jij op zo'n lijst wil staan, dan moet je wel een beetje de boel helpen. Hoe help je nou? Er is natuurlijk een plek waar mensen iemand kunnen aanmelden. Pak die link, mail het naar 10 mensen die van je houden, die niet jouw achternaam hebben. Mail het ze. Met name dat laatste, die niet jouw achternaam hebben. Je moet jezelf echt even helpen. Snap hem. Je hebt vast wat zakelijke vrienden en vriendinnetjes. Daarvoor moet je ook netwerk opbouwen. Dat is echt het allerbelangrijkste wat je kan doen als ondernemer. En mail al die 10 andere redenen, of formuleer het een beetje anders, waarom jij op die lijst zou moeten staan. Ja. Kijk, en zo krijgt die redactie, je krijgt op alle, weet je wel, met allemaal soorten argumentatie, redenen binnen waarom dat jij op die lijst zou moeten staan. Ja, en dan maak je het gewoon makkelijker om voor jou te kiezen. Ik zeg niet dat het altijd werkt, 100%. Nee, zeker niet. Maar je helpt het geluk wel een klein handje.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Het enige wat ik kan vergelijken, wat ik ooit mee te maken heb gehad, is ook 2009, hebben we met Angie de Luisterboek die Thuiswinkel Award gewonnen. Oh ja, ja. Maar daar moet je je dus wel voor aanmelden als webwinkel. Ja. Dat is een heel klein detail, maar als je niet aanmeldt, ga je nooit winnen. En dat is met alles zo. Als mensen niet weten dat je bestaat, kunnen ze je ook niet inhuren. Nee. Ook een van de redenen om PR te doen, weet je, zorg niet dat je de beste bent. Zorg dat je de bekendste bent. Ja, en dat je natuurlijk goed bent, dat is wel handig. Maar in basis, bekendheid maakt geliefd. Ja. Het is niet andersom. Als ze je niet kennen, kunnen ze je niet inhuren. Nee, dat bescheidenheid helpt je niet. Het is ook een beetje het principe van, je kan de mooiste winkel in de woestijn neerzetten, maar daar heb je niks aan. Ja, dat sta je weer op de foute plek. Maar nou ja, het idee van ze weten je niet te vinden, ja, is daar. Ja, ja, top. Hey, wat zijn, want dat staat ook op jouw website, de drie manieren om in de pers te komen? Ik denk, je kan er ook wel 10 bedenken waarschijnlijk, maar er zijn er zijn natuurlijk veel manieren. Maar de drie belangrijkste manieren, echt wat ik echt zie als de grote rode draad die een goede PR, die de basis voor goede PR is, elke 6-7 weken naar buiten met eigen nieuws. Ja. Dat is natuurlijk van, ik zend richting de wereld. Het tweede wat ik iedereen aanraad, zorg dat je die journalisten kent en dat als ze iets zoeken, dat je het weet. Ik zie heel veel, echt tientallen oproepen van journalisten voorbij komen en ik haal voor mijn klanten de meest interessante oproepen haal ik eruit en daar reageer ik op. Of ik koppel ze aan mijn klanten of, nou ja, goed, ik probeer daar, probeer echt die klant dan goed bij de journalist naar binnen te schuiven. Ja. En, vice versa. Dat is super nuttig natuurlijk vanuit jouw rol. Want ik ken wel zo'n Facebookgroep volgens mij. Hoe heet dat? Roept u maar of zo, denk ik? Ja, er zijn meer. Er zullen vast een heleboel zijn. Maar daar kijk je wel eens doorheen. En dan is het compleet willekeurig waar ze naar zoeken natuurlijk. Ja, en als je het echt goed wil doen, moet je gewoon een paar keer kijken. Ja. Meteen reageren. Want als je 3 dagen later reageert, ben je hem gewoon kwijt. Ook logisch. En journalisten mailen me ook rechtstreeks. Dus ik heb ook oproepen binnen die mensen niet hebben. Ja, dus dat is het tweede wat ik iedereen aanraad. En het derde wat ik doe is news hacking. Dat betekent dat op het moment dat je, stel je voor, jij wil bekend staan over met een bepaald onderwerp, nou noem maar wat, toegankelijkheid van informatie door middel van dat je iets kan luisteren. Op een moment gaat het over dat doven iets niet goed qua informatie binnenkrijgen en jij dat zou dan kunnen oplossen. Ja, ja. En mensen schrijven daar een keer een artikel over en jij wordt niet genoemd. Dan zou ik daarop gaan bellen en zeggen, hey, leuk artikel, maar het is niet helemaal volledig. En heb je wel eens aan 1-2-3 luisterboeken gedacht? Ja, ja. Of weet ik veel welke website of organisatie je dit aan wil koppelen. En dat is news hacking. Dus dan sluit je aan bij iets wat al bestaat en daar probeer je een soort van bij aan te schuiven. Ja. Niet de makkelijkste manier om publiciteit te vergaren, maar ik geloof wel dat echt dat de manier is om over 3 tot 5 jaar in al die te komen met, weet je, mensen die ze dan bellen op het moment dat het over een onderwerp gaat. Ja, en daar wil je naartoe. Ja, ik wou net zeggen, dat lijkt me juist een hele goede lange termijn visie. Juist. Ja, ja, het werkt niet voor de snel publiceren, maar ik geloof wel gewoon dat dat de basis is voor straks. Ja, voor later. En daarmee plant je gewoon wat zaadjes. En over 5 jaar of over 10 jaar hebben we misschien een keer heel voordeel van. Je weet het niet. Het is wel belangrijk dat je dat doet. Dus ik geloof in die 3 manieren om te doen. Hoe zie jij de mix tussen online marketing en PR bijvoorbeeld? Want op zich, als je aan PR denkt, is het ook steeds meer zowel online als offline en misschien wel meer online tegenwoordig zelfs. Ja, het is gewoon en-en. Denk niet in of, denk aan en-en. Ja, je moet gewoon voor goede promotie en dan ook voor marketing moet je gewoon heel erg goed kijken. Wie is mijn doelgroep? Waar bevindt mijn doelgroep? Ik had een keer een man die kwam langs in een hele grote auto, echt een hele vieze grote auto. Hij was accountant in een klein plaatsje en hij zei, ik wil in de Telegraaf. Alsof ik een fruitmachine ben waar je gewoon wat geld in stopt en dan zo en dat ik je dan in de Telegraaf. Yes, ja. Kan je natuurlijk in de Telegraaf krijgen, daar niet van, maar dit is niet de manier gewoon. En
ik wil in de Telegraaf. En toen vroeg ik aan hem, maar wie is je klant dan? En weet je, wie moet je hebben? En wat leest je klant dan? En nou ja, zo ga ik een beetje in gesprek. En toen zei hij dat zijn klant, dat lokale boeren waren. En toen zei ik, ja, ik zeg, die zullen ook wel de Telegraaf lezen. Maar als jij echt nieuwe klanten wil, en dat was zijn doel. Ik zeg, dan moeten we gewoon zorgen dat we iets gaan organiseren. Waardoor de lokale media over je schrijft. Hè? Dat je daar gewoon een graag geziene gast bent. Nou, dat vond hij zo niet leuk om te horen. Ik heb hem nooit naar de telefoon heb gekregen. Ja, maar dat was dus, een gevalletje ego-marketing dan. Ja, ja, kijk, en het is niet erg als je, dat zeg ik ook altijd, weet je, als uiteindelijk, als je denkt, oh, als ik ooit de Telegraaf nog te pakken kan krijgen, Jennifer, wil ik heel graag. Mm. Weet je, dan vind ik het best wel leuk om lekker te campaignen. En als ik dan de kans zie om iets erin te schieten, weet je, natuurlijk mag. Mag, weet je, iedereen heeft natuurlijk wel van, oh, ja. Leuke. Weet je, dat het mag. Maar weet je wel, niet als baas om binnen te komen. Jennifer, ik wil de Telegraaf. Ja, kom. Zo is beginnen met, hoi, wie ben je, wie zoek je en waar zit je klant? Want je moet zorgen dat je op de plekken bent waar jouw klant zit. En dat is niet altijd waar jij denkt dat de klant zit. Tuurlijk. Nou, dat is natuurlijk de crux inderdaad. Hè? Dat is in heel veel branches. Of de klant is op een plek wat jij eigenlijk helemaal niet fijn vindt. Maar je zult er toch aan mee moeten werken. Dat vond hij dus. Hij wilde helemaal niet in het lokale suffertje staan. Hij wilde in de Telegraaf. Terwijl zijn klant gewoon de lokale suffertjes leest. Dan denk ik, your ego. En nou ja, dan weet jij wat je moet doen. Iets lokaals is overigens veel makkelijker dan even de Telegraaf. Maar goed, dat even. Dat klopt. Ja, ik heb daar ook in Venlo superlokaal aangepakt door een boek. Ik had toen ook een uitgeverijtje. Een boek te kiezen van een Venlo's auteur en die door allerlei Venlo-naren te laten inspreken. Nou ja, dan weet je zeker dat het goed gaat. Ja. Ja. Ja, dan kan je gewoon heel veel plezier, want dat wordt supergoed gelezen. Ja, was ook overal een Venlo. Het was nog in de cd-tijd, hè? Dat is heel lang geleden allemaal. Ja, nu... maar wel leuk. Echt goed voorbeeld ook. Ja. Ah, nee, goed, het schiet me nou in één keer te binnen. Al jaren niet meer aan gedacht. Maar goed, we hebben het over PR, dus dan komen dat soort dingen. Ja, dan komen al je PR-cases komen in één keer. In één keer naar boven drijven. Ja, dus nou ja, op marketing en PR-gebied eerst nadenken. Waar zit je klant? Wat is het doel? Weet je wel, wil je weer opvallen bij je huidige klant? Nou, dan kan je misschien beter een event organiseren. Of, weet je, en? Kijk gewoon heel goed naar de doelstelling. En ga eens nadenken, wat wil ik dan uitdragen? En dan wordt het tijd om te brainstormen en te kijken wat voor soort nieuwshaken passen er dan bij, waardoor we stelselmatig door middel van persberichten naar buiten kunnen. En waarop ik kan bellen, dus als er ergens over geschreven worden, waar ik dan op kan bellen. En maak ook degene die jouw PR doet duidelijk wie je bent, wat je doet, wat je naar buiten wil hebben. Mm. Of zou je nog een mooi persoonlijk verhaal hebben waarvan je denkt, nou, dat past nog wel een keer in de magazine. Of dat zou wel leuk zijn om een keer in de magazine kwijt te kunnen. Ja, dan is het handig dat iemand dat weet. Want dan kan je weer heel mooi pitchen bij een journalist die weer op zoek is naar een mooi verhaal. Ja, precies. Zo is het maar net. Als je kijkt naar wat voor soort klanten jij werkt met je team, is dat veel traditioneel MKB? Of is dat ook, zijn het bijvoorbeeld ook webwinkels? Of gaat het alle kanten op? Het zijn vaak MKB'ers uit de Randstad met tussen de 20 en de 50 man. Oh. Met een dienst die vaak business-to-business werken. En daardoor ook vaak vakmedia willen. Dat is ook het minst. Is dat niet ook het moeilijkste om daar aandacht voor te krijgen? Omdat het vaak niet sexy producten zijn, zeg maar, of niet sappige verhalen. Nou ja, dan weet je dat je met een beetje creativiteit dat je best wel wat voor elkaar kan krijgen. Ja. Dat is dus dat heen en weer. Hè? Als je een beetje creatief bent, dan weet je de haken te vinden. Zo had ik een keer een klant en die heeft die maakt foodbedrijven maakt ze effectiever. Okay. Die besparen dus waste en dan waste in de vorm van tijd besparen, maar ook waste in de vorm van, nou ja, minder troep maken. Mm. En die hadden die wilden heel graag bij allemaal vakmedia naar binnen, maar ze hadden zelf geen idee. Kijk. En dat is ook, begin nooit met PR op het moment, dat is heel vaak mensen die zeggen dan, ja, ik ga niet met PR beginnen, want ik heb geen idee wat ik moet melden. Maak je geen zorgen, daar heb je een PR-agent voor, die verzinnen iets. Weet je wel, die heeft vast veel bijzondere verhalen dan wat je zelf denkt. Dus ik heb hem helemaal uitgehoord en om vragen gesteld. En het zijn we aan de slag geweest en aan de slag gegaan. En 2, 3, 4 persberichten verder hebben alle vakmedia 1 voor 1 gehaald. Dus dan heb je een mooie banner op je website. Met eerder te zien op blop, blop, logo, 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 logo. Ja, ja,
Nee, zij waren dolgelukkig. Ja, logisch. Ja, ik ben nu weer bezig met een nieuwe persbericht voor ze. Dus, ja, tuurlijk. Ja, going strong. Bam. Ja, toch? Ja, zeker. Het valt mij wel op als ik zo eens om me heen kijk, of ik kijk naar onze eigen klanten, of gewoon überhaupt in de online wereld, de webwinkelwereld, de kleine dienstverleners. Kleiner dan de doelgroep waar jij mee bezig bent, denk ik. Dat er heel weinig met PR überhaupt gedaan wordt. Ja, dat klopt. Ja, daar begrijp ik niks van. Ik spreek marketingbureaus en die hebben geen idee wat PR is. Mm. Ik ken ook echt SEO en SEA-bureaus die gewoon mij zien als een bedreiging, terwijl ik doe echt iets heel anders dan wat zij doen. Het kan juist heel mooi aanvullen. Weet je, goede PR, goede publiciteit. En nou ja, als je dan ook nog voor kijkt op rechts en links een link erbij te krijgen. Ja, dat is gewoon voor een CEO-bureau fantastisch. Ja, ik wou net zeggen, veel meer CEO wordt het niet. Nee, daarom. En dan heb je ook echt een goed verhaal. Dus je bent niet alleen maar een blogje met mooie SEO-termen aan het wegzetten. Nee, je bent echt een goed verhaal, kan je gewoon wegkrijgen. Dus dat klopt. Er zijn heel veel mensen die gewoon echt PR vergeten. Of gewoon echt oprecht geen idee hebben dat PR bestaat. Dat is ook nog zo, ja. Ja, dus nou ja, goed. Dus mocht er iemand luisteren met een webwinkel en denkt, joh, wat is dat PR? Ja, bel me alsjeblieft. Dan leg ik het graag eventjes uit. Want het is echt zonde als je echt heel veel geld investeert in advertisement. En je hebt niet de krachtige kansen van PR ernaast staan. Ja. Dat kost gewoon echt veel meer geld. En als je naar kijkt wat er geïnvesteerd wordt, vaak in SEO, SEA-trajecten, dat loopt gauw in de duizenden euro's per maand. Goede PR kan natuurlijk ook wat kosten, maar dat kan vanaf een heel schappelijk bedrag al. Dus, Hey, we gaan een beetje richting het einde van het interview. Ik heb nog twee. Echt, het is ongelooflijk, je knipt het een paar keer en je bent een half uur verder, hè? Ja, dat is echt zo. Ja. Ja, daarom moet ik ook altijd heel streng zijn, want anders krijg ik een podcast van anderhalf uur. Niet dat erg zou zijn, maar dan red ik het zelf gewoon niet meer qua tijd. Ja. Anders knippen we gewoon in 3 afleveringen op. Kan ook nog wel een keer. Of ik laat iemand een keer terugkomen. 1, 2, ja. Okay, precies. Als je kijkt naar de online marketingkanalen waarin je jezelf profileert, wat zijn jouw meest belangrijke kanalen? Op dit moment, tot mijn, ik ben er niet heel blij mee, maar goed, nog steeds Facebook natuurlijk. Instagram, LinkedIn, uiteraard LinkedIn. En nog een beetje Twitter. Oké. Dat is wel logisch, toch? Het is gewoon een heel makkelijke manier om heel veel mensen te bereiken. Mm. En om met rechtstreeks ook te kunnen spreken. Maar ik denk dat Facebook en LinkedIn eigenlijk nog steeds de belangrijkste kanalen zijn. Toen je zei, ik ben er niet heel blij mee, dacht ik gelijk dat je Facebook ging zeggen. Maar waarom? Voelt het niet goed? Ja, goed. Het is natuurlijk een enorm. Nou ja, heb je laatst die documentaire gezien over wat ze hebben gedaan met die data? Nee, maar ik weet er wel wat van natuurlijk. Ja, nou, het is natuurlijk gewoon, het stinkt gewoon. En eigenlijk als je bereik wil via Facebook, moet je eigenlijk gewoon gaan betalen. Daar komt het. Dus ja, ik zou zelf zo weg willen van Facebook. Mm. Maar ja, weet je, ik zit er ook niet zo. Ik heb ook niet het gevoel dat ik echt heel erg privé daar zit. Ondanks dat ik toch al dingen deel. Ja. Maar ja, goed, het is nu gewoon even zo. En het rare is dat heel veel mensen het gevoel hebben dat Instagram veiliger is. Maar Instagram is van Facebook. Dus, ja, dat is de grootste misperceptie van dit moment natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben boos op Facebook, dus ik ga naar Instagram. Hè? Ja. Ja, onbegrijpelijk. Maar kun je nog beter naar TikTok gaan, of niet? Ja, of Snapchat. Nee, dat is nooit wat geweest. Nee, voor mij niks geweest. Nee, en YouTube. Ik ben ook, vlog ook wel eens. Ben je bekend met TikTok trouwens? Want dat is wel. Met die jongetjes die dan. Qua PR, als je een jonge doelgroep hebt, kan dat best nog wel een interessant kanaal zijn. Ja, Snapchat ook, hè? En daar kan je ook, weet je, dat is ook, daarom zeg ik ook, ga waar je klant zit en niet andersom. Maar ja, goed, mijn doelgroep, hè, de mannen en vrouwen met een eigen bedrijf, die zitten toch, dat is gewoon een LinkedIn en Facebook verhaal. Ja. En voor de wat hippere, de Instagram. Ja, eens. Ja, die vul ik ook braaf. Top. Ja. Laatste vraag. Dat is een vraag voor de creatieveling. Die iedereen van mij krijgt al 3 jaar lang. Wat zou je doen met 1000 pingpongballen? 1000 pingpongballen. Ik denk op dit moment dat ik ze samen met mijn dochter zou beschilderen. En dan 1 frame weg zou geven. Ik denk dat ik daarmee, als ik een leuke smiley opteken. Dus dan kan mijn dochter ze beschilderen. En dan
dan deel ik, dan weet je, dan maak ik een mooie smiley op. Ik denk dat ik dan 1000 mensen blij kan maken. Top. Dat zou ik, ja, dat zou ik doen. Wat heb je nog verder allemaal gehoord? Oh jeetje, ik heb al zelfs 2 jaar terug een keer een compilatie gemaakt met alleen maar antwoorden op deze vraag. Dat gaan we nog doen. Het is een heel eigen leven gaan leiden. Dan moet je maar eens naar zoeken. Ja, je zou ook nog, maar goed, weet je, ik had 10 jaar geleden had ik waarschijnlijk gezegd, ik ga naar Amsterdam, ik flikker ze van het dak tijdens een van groot event. dat had ook goed, maar ik denk dat ik ze nu zou schilderen en weg zou geven. Ja. Hey, heb je een bonusvraag, want daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar je bent ook moeder. Hoe combineer je moederschap met ondernemerschap? Nou, het eerste wat ik dan wil zeggen is, vraag je dat mannen ook? Jazeker. Maar dan is het goed. Oh, helemaal, want, dat is maar ook een actueel onderwerp is natuurlijk. Ik heb zelf 2 kinderen van 2 en 5. Dus dan, ja, nou, zoals elke papa en mama, niet. Ja, nee, het gaat niet. Je doet het, maar het gaat... Nee, maar even, wees eerlijk, het gaat niet, toch? Nee, absoluut niet. Nee, maar je doet het. Je doet het gewoon. Dus ja. ik heb allemaal oppassen, mensen en opvang. En ik klap met regelmatig, als eindelijk licht slaap, klap ik weer de computer open. En godzijdank, thank you Lord, slaapt ze tegenwoordig 's nachts. En dat helpt. Wat zeg je? Hoe oud is jouw dochter? 3 oh, ja. Maar 2 maanden geleden toen, dat was even een fase van een paar maanden, dat ze niet echt sliep s'nachts. Nee. Ja, nee, goed, ja. Ja, maar dat kan je niet dan niet tegen je man zeggen of vriend van, jij bent aan de beurt? Nou, dat zou ik willen, maar mijn partner is doof, dus die hoort het niet. Dus ja, echt een fantastisch idee, maar ik ben gewoon... Beste excuus wat je ooit kan hebben als... Ja, maar goed, dat betekent, dat zegt echt iets over hoeveel nachten ik dus in mijn eentje... Ik snap hem. Gaf ik eerst dan ook nog borstvoeding en deed ik het flesje, ook nog met theepoeltjes na. Het was echt, ik snap niet hoe ik dit allemaal heb overleefd, maar je doet het. Maar je bent blij dat je door die fase heen bent dan natuurlijk. Ja, laten we het daar op houden. Goed, ik weet Annie van 5, wat de nachtelijke rust betreft, wordt het vanaf nu alleen maar makkelijker. Helemaal goed. Nou, goed om te horen, dankjewel. Top, leuk om daarmee af te sluiten. Ja. Ik vond het heel inspirerend om eindelijk eens wat over PR en niet over Google Ads voor de zoveelste keer. Simpel is het dan ook wel weer. Veel van geleerd. Dankjewel voor je komst. Ja, nou, graag gedaan. Als je meer wil weten, ik heb heel veel tips en tricks. Allemaal blogs heb ik op mijn website staan, jennifertlane.nl. Als je vragen hebt, schroom niet voor belletjes. Slimme vragen, domme vragen, alles is welkom. Zo is dat. Heel goed. Bedankt voor het kijken. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei.